gebruiken we in deze u ziet, de recording is on. De chat die gebruiken we alleen voor de overstijgende vragen. Of als je zegt, ik heb een interessante link die ik wil delen of een interessante vraag die sessie overstijgend is, dan kan die daar nog kwijt. Als je met je muis beweegt, dan zie je onder in beeld ook een zwarte balk waarin je in het vierde vakje van links open chat kunt. Als je dan klikt, dan opent de chat. En om eens even te kijken wie hier allemaal in deze sessie zitten en om die chat even te testen, wil ik u vragen om aan te geven van welke organisatie u bent. Dan zien we dat ook even van elkaar. En dan weten we gelijk ook hoe dat hier zit en of de chat goed werkt. En dan zien we dat Joost van de provincie Overijssel de snelheidsprijs heeft gewonnen. En we zien ook IMW, Saxion, LNV, PBL natuurlijk, gemeente Tilburg, welkom, Studio De Leijer van Jeroen, gemeente Coevorden, provincie Utrecht zien we ook terug, Wessel Wikkerink, van Wessel Wikkerink, dus een zelfstandige neem ik aan, Wellbeing Economy Alliance Nederland, provincie Gelderland, Groningen zien we ook terug. Nou, we zien in ieder geval veel diversiteit, groene metropoolregio, en wat we kunnen vaststellen is dat de chat in ieder geval heel goed werkt. Daar gaan we ook gebruik van maken. En mocht je gedurende de dag een vraag of opmerking hebben, dan kun je dat altijd op deze manier in die chat kwijt. Dan, als er iets misgaat, er zijn twee mensen, Nina en Celia van Technical Support. Zij zullen hun contactgegevens even in de chat zetten, zodat iedereen ook contact kan opnemen, mocht er ergens in de dag een technisch probleem zijn. Mocht je een inhoudelijke vraag hebben, dan kun je daarvoor met Laura Wessendorp contact opnemen. Dat staat volgens mij ook in de mail die je hebt ontvangen. Dus daar zal vast geen verwarring ontstaan. Dan nog even als volgt nog een pakket wat jullie hebben gekregen. Als het goed is, heeft iedereen het pakket gekregen. Kunnen jullie dat even laten zien als dat zo is? Of je iets van het pakket bij je hebt liggen? Ik zie Karen al zoeken. Ja, kijk, de chocola. Volgens mij is die nog niet op, dus dat is heel knap. Dat is vaak wel de eerste reactie bij mensen. We hebben ook een winkelkaart meegestuurd. Misschien goed om die er even bij te pakken als je het binnen handbereik hebt. Ik heb hem hier. En het mooie is dat die bij iedereen uniek is. Ja, ik zie dat Nettie hem ook heeft. En dat is natuurlijk fantastisch om dat bij meerdere mensen ook in beeld te zien. Super. Het idee is dat we gedurende de dag dit soort termen kunnen terughoren en we spelen alleen voor een volle kaart. Dus mocht je al deze termen gehoord hebben, dan mag je in de chat bingo schrijven. Dat gaan we natuurlijk controleren. En als het correct is, dan wacht je een mooie prijs. Dus dat is even iets wat we ook nog meegeven vooraf. Ik denk dat ik zo de meeste praktische dingen wel heb behandeld. Nog één ding wat we in dit platform nog uniek hebben klaargezet, dat is dat er ook een special chat is, een plein waar je op kan netwerken in de pauzes en in de tussenmomenten, de lunchmomenten bijvoorbeeld. En er is een bios waar je gedurende de dag naartoe kan en even een filmpje kan kijken, natuurlijk allemaal heel PBL verantwoord. Dus dan weten jullie in ieder geval waar jullie zijn en hoe dit precies werkt. Dan gaan we nu, voordat we starten, eerst nog even een paar Mentimeter vragen met jullie behandelen, zodat we ook nog beter weten wie er precies in deze sessie zitten. En dan vraag ik jullie nog één keer ook even om te controleren of je inderdaad op mute staat. En dan kunnen we de focus houden bij wat we willen doen. Voor de Mentimeter ga ik mijn scherm even delen. Dat betekent dat iedereen zo kan inloggen. En dat we even kijken wie jullie precies zijn en hoe jullie in de wedstrijd zitten. Als het goed is, ziet iedereen nu mijn scherm. Yes. En dan is dit de manier om in te loggen. Je kan het via een QR-code doen, maar je kan het ook via de code doen die je in beeld ziet. Het beste is om dat met een tweede device te doen, zodat je dit gesprek kan blijven zien en horen. Ja, en dan is de opening slide even als volgt. Ja, ik zie heel veel hartjes binnenkomen hier. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien. En dat betekent dat we ook, als we rond richting de 30-40 zijn, dan kunnen we denk ik wel naar de eerste vraag toe. Het zijn open en gesloten vragen door elkaar.
om een indruk te krijgen van het kennisniveau en de achtergrond van jullie als publiek en waar jullie behoefte zit als het gaat om de kennis die je wil komen halen. We zitten nu bijna richting de 30. Dat betekent dat we zo naar de eerste vraag gaan en de mensen die nog aan het inloggen zijn, die kunnen dat gewoon doen met de code die boven in beeld staat. We hebben de 30, daar gaan we. Waar in Nederland werk je? Je zou ook kunnen vragen in welke regio werk je, maar het gaat even om waar werk je in Nederland. Het hoeft niet precies te zijn waar je nu fysiek bent, maar wel even om aan te geven hoe de spreiding is in Nederland. En dan valt het niet tegen, alleen Limburg missen we nog. Nou, daar is Limburg ook. Misschien nog een Waddeneiland om het helemaal compleet te maken, maar volgens mij is de spreiding hier zodanig dat elke provincie in ieder geval vertegenwoordigd is. Met een, wel een zwaartepunt in Den Haag, maar ja, dat is misschien te verklaren omdat PBL daar zit. Mooi om in ieder geval om die spreiding te zien in deze sessie. En ook dat het dan online is. Dat zorgt ervoor dat iedereen ook aangehaakt kan zijn en blijven. Ongeacht eventuele reistijd die er nu dus niet is. Goed, mooi om dat te zien vooraf. Dan gaan we naar de tweede vraag. Over welk onderwerp hoop je vandaag meer te leren of horen? Hier kun je een paar onderwerpen in kernwoorden even teruggeven. Het is anoniem. Dus ja, ik zou zeggen, leef je uit. En dan zien we hier welke woorden genoemd worden en hoe groot het wordt in beeld. Hoe vaak het genoemd wordt. Ik zie dat Celia iets wil zeggen. Klopt dat, Celia? Nee, sorry. Dat klopt niet. Oké. We zien monitoring, brede welvaart en regio deal. Zien we groot in beeld verschijnen. We zien ook burgerparticipatie, governance, evaluatie, indicatoren. Aan de antwoorden zien we al dat we te maken hebben met experts, volgens mij. Lerend vermogen. Het betrekken van bewoners. Dus het wordt soms ook anders genoemd, maar er zijn wel clusters te maken. Ervaringen wordt ook gezegd. Indicatoren, hoe meet je dingen? Achterstanden. En regionale samenwerking. Nou, dat geeft al een aardig beeld. Ik denk dat de sprekers hier een voordeel mee kunnen doen. En dat we integraliteit ook zeker moeten opzoeken vandaag. Effectmetingen. Dank voor deze input. Ik denk dat het ook elkaar inspireert om woorden hieruit vandaag terug te laten komen. En de woorden die hier nu genoemd zijn, die tellen natuurlijk niet mee voor de bingo. Dat hadden jullie begrepen, want anders maak je dit jezelf wel heel makkelijk. We gaan naar de volgende vraag. Heb je ervaring met een regio-deal? Eén of meerdere regio-deals? Ja, een positieve ervaring. Ja, een negatieve ervaring. Nee, helaas nog niet. Of nee, gelukkig niet. Dat kan natuurlijk ook. En dan zien we, ja, gelukkig dat heel veel mensen positieve ervaringen hebben met een regio-deal. Toch ook twee mensen die negatieve ervaringen hebben met een regio-deal. Veel mensen helaas nog niet, dus die staan te popelen en dat is de overgrote meerderheid. En één iemand zegt ook nee, gelukkig nog niet. Nou, dan ben ik erg benieuwd waar dat dan in zit. Maar misschien verandert dat wel na deze sessie. Dat gaan we meemaken. In ieder geval veel mensen die positief zijn over de regio-deal. De slotvraag. Die is aan Jeroen de Leijer, want dat is de illustrator voor vandaag. Jeroen, mag ik vragen om je microfoon even aan te zetten? Hoi, dag Nathan. Hi Jeroen. Goedemorgen. Je bent illustrator, je bent beeldend kunstenaar. En ja. Volgens mij heb jij ook een leeg vel nu voor je, klopt dat? Ja, klopt. Ik heb wel iets getekend. Maar dat is meer eigenlijk om even in te komen. Ja. Het was een beetje mijn indruk van de binnenkomst vanochtend. Ja. Ik ga vandaag visuele notules maken, dus ik luister mee en ik kijk mee. En ik teken ondertussen wat ik hoor en zie. En ik geef ook een beetje commentaar. Ik ben niet ingevoerd in de materie zoals jullie, dus ik ben echt een buitenstaander. En dat is eigenlijk mijn rol in deze. Mooi, dankjewel. Dit lijkt ook een beetje op een visuele bingo. We komen aan het eind en tussendoor nog even bij jou terug om te kijken hoe jij deze dag beleeft en hoe jij ons daarin meeneemt. Heel fijn. In ieder geval om dat te weten, Jeroen. En voor jou geldt natuurlijk ook dat mocht jij bingo hebben, dan moet je natuurlijk ook even op okay. om dat te weten. Ja.
Okay. Goed, we gaan van start met het officiële welkom. Daarvoor wil ik graag aan Mark Hameleers vragen om de microfoon alvast aan te zetten. Dan leg ik nog even uit dat je manager regioportefeuille bij LNV bent en een van de drijvende krachten achter de regio-deal. Mark, goedemorgen. Kun je mij goed horen? Goedemorgen, ja zeker. En is dat ook wederzijds? Zeker, volledig wederzijds. En ik wil jou vragen om een kort welkomstwoord uit te spreken in de richting van PBL en alle aanwezigen die je hier ziet. Ja, dankjewel. En dat doe ik met plezier. Ik zag daarnet in de chat dat we met ongeveer 90 mensen. Dat is een heel mooi groot aantal. En ik denk dat het ook heel leuk is om te zien hoe in de afgelopen jaren, je zou kunnen zeggen, de community die zich bezighoudt met brede welvaart in de regio zo gegroeid is. En ook als ik kijk naar wat de mensen aangeven, wat willen we weten, wat willen we leren, is er ook kijken van wat levert zo die de afgelopen 3-4 jaar op. En ook wat betekent dat voor de toekomst. Dus heel fijn dat we bij elkaar zitten om de lesson learned van 3 jaar PBL onderzoeksprogramma met elkaar te kunnen bespreken. En ik denk dat we ook echt iets te pakken hebben. Wat ik wilde doen, is even terugkijken met een titel Trip Down Memory Lane. Het past denk ik wel een beetje bij de opzet van deze sessie. En misschien toch ook Nathan kijken naar een aantal lessen of conclusies die ik vanuit mijn perspectief trek. En dan misschien ook kan meegeven aan de toekomst om, zoals jij ook zei, de cirkel mooi rond te maken. Dat we straks ook weer beter beleid hebben en de brede welvaart beter kunnen bevorderen. Ja, als je kijkt de trip down to memory lane, dan moeten we echt terug naar 4 jaar geleden. 2018, frisse start van Rutte 3. Het regeerakkoord, 950 miljoen voor regio deals. En eigenlijk was helemaal niet bepaald wat regio deals was en hoe je dat zou moeten aanpakken. Wat wel belangrijk was in de missie van het kabinet, is dat de verschillen in Nederland. Daarvan zou je kunnen zeggen, verschillen en diversiteit is in principe niet verkeerd, maar verschillen kunnen een beetje uit de hand lopen en dan heb je tegenstellingen. En tegenstellingen is iets wat je niet wil hebben in een maatschappij als deze. Dus ook zoeken naar wat kun je doen om dat te overbruggen. Hoe kunnen we stad en land bij elkaar brengen, arm en rijk, hoog en laag opgeleid. En dat was eigenlijk de missie van het kabinet om ook met de regio-deals aan de slag te gaan. En dat hebben we ook als missie genomen van ons werk. En wat daarbij dan van belang is, als je wil gaan kijken van hoe kan ik nou overbruggen, dan maakten wij eigenlijk in 2018 al een beweging die je vorig jaar ook bij VNO zag, ook vanuit hun brugproject, is dat de brede welvaart eigenlijk als concept, als kader, heel mooi verbindend kan werken. En we hebben toen gezegd van laten we dan brede welvaart ook nemen als kompas voor beleid. Omdat brede welvaart eigenlijk in zijn definitie zegt dat je wil kijken naar alles wat van waarde is. Dat gaat over de kwaliteit van leven. Dat gaat dus verder dan enkel alleen de financieel-economische thema's en het BBP. Ook belangrijk, hè, zeker na een economische crisis. Maar het pakt ook de zaken als natuur en rust en ruimte, sociale cohesie, schone lucht. Dus het gaat eigenlijk breder dan dan BBP. Vandaar dat ook wel eens wat genoemd beyond GDP. En het andere wat nieuw was, is dat we ook de regio hier hebben gepakt als het cruciale schaalniveau. Dus eigenlijk 2 aspecten hebben we gecombineerd. Het kader van de brede welvaart, omdat het ook paste bij de actuele politieke analyse. En dat is niet overgegaan. En we hebben de regio als cruciaal schaalniveau gepakt. En dat was in de pendule van Rutte 1 naar Rutte 3 een belangrijk thema. En dat zie je nu dat het naar Rutte 4 ook is overgenomen. Dus wat dat betreft, qua lessons learned zou je kunnen zeggen van, daar is kennelijk een succesformule gevonden. Bij het opzetten van de regio-deals waren er eigenlijk 2 hoofdelementen voor ons. Enerzijds natuurlijk zeg je van veranker het denken van brede welvaart in de regio, maar dan ook maak er werk van in die zin dat het ook betekenis heeft voor de inwoners. Dus of het nou een Holwerd is of een Den Haag Zuidwest, of een Almelo, of een Drenthe, alle verschillende plekken tellen. En op al die plekken wil je dat de brede welvaart versterkt kan worden. En dat is maatwerk. Dat gaat niet vanuit een Haagse koker, dat is maatwerk. En omdat het maatwerk is en niet vanuit de Haagse koker kan gebeuren, is samenwerking heel erg belangrijk tussen Rijk en regio. Dus het proces wat we hebben opgezet was heel nadrukkelijk en terecht denk ik ook een bottom-up proces. Waarbij het Rijk aan de regio vroeg, hoe kan ik helpen? Waar ben je mee bezig? Wat heb je nodig? Hoe kan ik helpen? En hoe kunnen we elkaar daar zo goed mogelijk in versterken?
En dat was ook een trend, zeg maar, in het openbaar bestuur op dat moment. En je ziet dat dit experimenteel beleid, zoals ik nu aan het schetsen ben, toch elementen in zich had die heel goed in elkaar pasten en daardoor dus meerwaarde gaven. En ik denk een succesvolle aanpak hebben betekend. Nou, dus dat als je op zo'n manier experimenteel beleid opzet, is het natuurlijk ook wel heel belangrijk om te kijken van wat werkt er en waarom. En dat is ook waarom we deze serie van schools hebben opgezet. De What Works School was echt bedoeld om te kijken met elkaar van waar zitten de verschillende experimentele settings. En wat kun je van elkaar leren? Dus heel nadrukkelijk ook bij elkaar komen. En dan heb je dan gaat het eigenlijk over werken in de praktijk. Maar dat kun je ook zien als kennisontwikkeling. Het zoeken van handelingsperspectief. En wat we hier deden, en daar komt het PBL in beeld, is dat we praktijk en theorie zijn gaan combineren. De praktijk van de deals waar Rijk en Regio met elkaar aan het werk zijn voor de inwoners. En het fundament wat daaronder nodig was in termen van kennis en het werken aan handelingsperspectieven, dat aanreiken. En dat heb ik ook heel krachtig gevonden, dat we daar met PBL over in contact konden komen. Er was natuurlijk al de monitor brede welvaart vanuit CBS, waar ook de planbureaus aan hebben meegewerkt. Maar dat was en is vooral gericht op meten, wat voor een deel achteruitkijken is. Maar wij wilden eigenlijk met het PBL, dat zagen we echt als onze natuurlijke partner, klein team als we waren en onze grote buur aan de overkant van de Zuiderhout, het PBL, zijn we in gesprek gekomen om te kijken of er een meerjarig onderzoeksprogramma opgezet kon worden. En dat kon. En ik wil ook daarom het PBL heel hartelijk bedanken voor die samenwerking die we hebben gehad en het vele werk wat ze erin hebben gestoken. Dus echt veel werk. Als je het op een tafel langs elkaar zou leggen, dan zie je een enorme reeks aan studies en papers en webinars. Maar ook gewoon contacten. PBL-mensen zijn ook gewoon met de regio in contact gegaan om over casussen te spreken, om te helpen. Dus ik denk dat het heel fijn was bij het opzetten van het experimenteel beleid, om ook de partners, de grote broer aan de overkant van de straat te hebben die ons daarin kon helpen. En dan heb ik het over de grote broer, maar eigenlijk vind ik ook dat het netwerk, zoals dat door Rijk en Regio werd opgetuigd in de afgelopen 4 jaar, ook heel nadrukkelijk gegroeid is. Dus ik zie geen klein en groot meer, maar meer partijen die gewoon verschillende rollen kunnen pakken. Nou, en als je dan kijkt hoe in de afgelopen jaren, in de actualiteit, de brede welvaart als thema op de agenda gekomen is, zowel landelijk, maar ook regionaal, dan vind ik het heel mooi om te zien dat diverse regio's en gemeentes brede welvaart ook als een beleidskompas voor beleid op de agenda hebben gezet. Brainport Eindhoven vind ik heel knap, met ook een deal die heel erg gericht is op technologie en innovatie, en waar we nog hebben zitten kijken, maar wat betekent dat nou bijvoorbeeld voor mensen met een mbo-opleiding, of mensen die even buiten Eindhoven wonen. Dan zag je dat echt ook gestuurd vanuit de gemeente, brede welvaart als kompas is neergezet, ook voor de ontwikkeling van de Brainport. Maar je ziet het ook in Utrecht, waar de Rabobank en de universiteit stevig meespelen, ook met de gemeente. Maar ook in Friesland, Flevoland, er zijn diverse colleges van gedeputeerde staten die ook brede welvaart in hun collegeprogramma hebben gezet. Dus dat is de tractie in de regio. En ik voorspel jullie dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen je zult zien dat ook heel veel gemeentes nieuwe coalities in hun programma brede welvaart gaan meenemen. Dus we hebben echt een golf, denk ik, met elkaar tot stand gebracht. En ook nationaal komt het terug. Dus je hebt de monitoring, maar vanuit de moties vanuit de Tweede Kamer is de regering nu ook opgedragen om wat consequenter te gaan sturen op de brede welvaart en de begroting en het jaarverslag. En ook als ik kijk bij mij in huis, niet dit huis waar ik nu zit, maar in de overdrachtelijke zin, in het ministerie. En de opgave van LNW volstaat, het ministerie van Landbouw moet heel nadrukkelijk in de gebieden gaan werken met de partners aan de natuur, stikstof, water, bodem. Dan is voor die transitie van het landelijk gebied aandacht voor brede welvaart heel, heel belangrijk en cruciaal. Ook om het perspectief voor de mensen te behouden. Boeren op zich, de landbouw als sector, maar ook in de volle breedte het gebied. De mensen die er wonen en werken, die er opgroeien en recreëren. En dat geldt eerlijk gezegd, vind ik,
Nou, dat niet alleen voor het ministerie van LNV, maar dat geldt ook voor de andere departementen waar zeg maar, fysieke ingrepen op de agenda staan om die samen met de regionale partners uit te voeren. Dan moeten we in, zeg maar, in het bedenken van die fysieke ingrepen ook meenemen dat we met de gebieden nadenken en werken aan brede welvaart. Nou, en dan is het natuurlijk ook heel mooi als je ziet van, nou, ik heb daar 4 jaar aan gewerkt. In onze realiteit is dan altijd een kabinetswisseling, nieuwe accenten. Nou, wij waren heel trots natuurlijk dat in het regeerakkoord staat dat de brede welvaart ondersteunen via de regio-deals overeind is gebleven en dat er opnieuw zeg maar, een budget van 900 miljoen voor is vrijgemaakt. Dat ervaar ik als een heel groot compliment voor iedereen die daar afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Dus alle mensen in de call, met waar ze vandaan komen uit zeg maar, het land op de kaart, maar ook met de achtergrond die je hebt. Ik denk dat we dit echt gezamenlijk als een heel groot compliment van zeg maar, het land moeten zien dat dat op die manier in het regeerakkoord heeft gestaan. Maar dan dus inderdaad in de semi-full circle. Dat betekent wel dat we moeten kijken van datgene wat we hebben geleerd hè, en wat er werkt. Hoe we dat zeg maar, kunnen doorploegen naar de toekomst. Hè. Het is heel leuk om achteruit te kijken, hartstikke fijn. Maar het is ook heel belangrijk, denk ik ook wel belangrijker nu in de moeilijke tijden waar we nu in zitten. En die nog moeilijker gaan worden. Om te kijken wat we dan wel kunnen doen. Nou, heb ik een drietal leerpunten die je daarbij zou kunnen betrekken als het gaat over dit onderzoeksprogramma wat ons dat heeft opgeleverd. Dat gaat over het monitoren, dat gaat over wat dan heet afruilen en dat heet elders als notie. Ik denk dat we allemaal onderschrijven het belang van monitoren. Wie zou dat niet willen doen? Omdat je natuurlijk ook gewoon moet kunnen volgen wat je doet en waar je naartoe gaat. Maar wat het belangrijke was, denk ik, van het monitoren in dit programma en wat het PBL heel nadrukkelijk ook aanreikt hè, en de casussen ook laat zien, is kun je leren. Dus we hebben als een lerende evaluatie opgezet. En niet evalueren in de zin van dat je achteraf gaat kijken wat er fout was en daarover gaat mopperen of zo. Of dat je gaat kijken wat er goed was en dat je een feestje over gaat houden. Maar dat je gedurende de rit eigenlijk checkt van loopt het? Kloppen onze aannames nog en moeten we eventueel bijsturen? En dat heeft ook te maken met de keuzes die gemaakt zijn in het begin, de politieke keuzes. En dat is best lastig. Dan kom ik op het tweede punt. Dat heeft te maken met afruilen. Als je voor het ene kiest, kan dat ook ten koste gaan van het andere. Of je zou het ene kunnen kiezen in jouw regio, omdat je weet dat in de andere regio andere zaken worden gedaan en dat je daar gezamenlijk zeg maar, profijt van kan hebben. Dus dat aspect van zeg maar, afruilen, hè, dus als je kijkt zeg maar, naar synergie-effecten, maar ook naar negatieve effecten, is ingewikkeld. En ook het onderwerp zelf hebben we ervaren afgelopen periode is gevoelig. Omdat het ook gaat over, wat ik net zei, die politieke keuzes. En het is denk ik aan ons als we hier zitten, beleidsmakers en onderzoekers, om zeg maar, de politici, hè, dus onze bestuurders, instrumenten aan te reiken waardoor ze zeg maar, die afruil ook kunnen maken. Dat die politieke keuzes gemaakt worden, maar dat ook die afruil wordt gemaakt. Nou, niet alles kan altijd. Hè? En het zal ook eventueel wat kosten. Het gaat dan ook ten koste van andere zaken. Nou, dat zijn ook vraagstukken die zullen spelen bij de transities van het landelijk gebied. Dus eens te meer wat we hier hebben geleerd is echt breed toepasbaar. Ja, en dan het punt van elders, hè? Het derde punt. We kijken natuurlijk heel vaak zeg maar, met name naar het hier en nu. Hè? Dus in het gebied en de dingen die nu spelen. Maar het is ook belangrijk dat we kijken naar de effecten van het beleid in jouw regio op een andere regio. En daar heeft Mark Tisse een belangrijk onderzoek onlangs voor gepubliceerd. En die geeft ook aan dat naast elkaar liggende dorpen en steden, elkaar dus echt kunnen versterken in het hebben van verschillende, maar complementaire voorzieningen. Dus dat, ik vind dat Mark en het PBL daardoor dit spel ook op de wagen heeft gezet. Dat we nadenken over de samenhang der dingen, maar dan in de ruimtelijke zin. In het elders. Hè. En we hebben altijd gezegd van dit werk gaat ook over wat voor soort politieke en ruimtelijke gemeenschap wil je zijn. Nou, dit aspect van ruimtelijkheid van elders is denk ik ook een heel belangrijk om mee te nemen. Nou, dan tot slot. Ik ben voor mij niet door de voorzitter gemaand om tot spoed of afronden. Dus ik kan met een gerust hart afronden. Dus ik sluit af.
Ik wil echt heel hartelijk het PBL bedanken voor de samenwerking. En afgelopen jaren voor ons, zeg maar, ook heel nadrukkelijk in de personen van Annette Weterings, Mark Tisse en Emiel Evenhuis, die ik alle drie op scherm heb gezien, die gelukkig ook hierbij zijn. Ik wil jullie echt namens het team ook bedanken voor de hele fijne samenwerking die we hebben gehad. We zijn echt lekker diep met z'n allen, zeg maar, in de materie gegaan. En ik denk, als ik even van weer een afstandje observeer hoe we met elkaar ook hebben gesproken en dingen hebben gedaan, echt samen hebben gedaan, dat we ook heel veel van elkaar hebben geleerd. Ik denk dat zowel, zeg maar, RNV als PBL wijzer zijn geworden van dit traject. En ik zie ook dat de gecombineerde wijsheid ook heel nadrukkelijk heeft geholpen aan, zeg maar, om de anderen te helpen. En dat was ook, what works, was ook de bedoeling dat we dat kunnen uitdragen. En dat is een beetje beleid meets onderzoek. Onze Raspen, toen hij bij het PBL zat, die zei nog van, oh, wat grappig eigenlijk, normaal reiken wij vanuit het PBL zaken aan beleid. Maar nu belt beleid aan op Bezuidenhout 30 bij het PBL om te vragen van, vul ons beleid aan met een theoretische en ook op praktijk praktisch evalueren gerichte onderzoekprogramma. En dat is heel, heel goed gelukt. Het was niet makkelijk, best wel een uitdaging. Maar in de positieve zin van de uitdaging van, goh, heel nieuw. Maar ik ben echt heel trots op waar we staan. Mark, met die trots gaat de voorzitter dan toch ingrijpen, als je dat goed vindt. Ik heb nog twee hele korte vragen, omdat ik het leuk vind om daar nog even antwoord op te krijgen. In hoeverre zijn de regio-deals nu uniek voor Nederland? En voor gebeurt het ook internationaal? Heb je daar laten inspireren? Misschien even heel kort. Ik denk nadat dat we een unieke positie hebben. We hebben wel zitten kijken, zeg maar, in het buitenland van wat hij is. De Britten zijn ooit begonnen met deals als het ging over de steden. Daar komen ook onze city deals vandaan. Je hebt ook de green deals en de hele mikmak. Dus het woord deal vind je wel heel veel. Maar wat wij doen, deze aanpak met brede welvaart, dus echt over dat complex kompas werken en dat gecombineerd met de regio's is uniek. Krijgen we ook terug van de internationale onderzoekers die we spreken en van de Europese Commissie. Dus we hebben daar wel iets gevonden en het is denk ik ook goed om dat in de toekomst ook breder over Europa met elkaar te spreiden. Oké, en de slotvraag zou nog zijn. In de Mentimeter kwam ook terug als antwoord borging na de regio deal. En ik ben benieuwd, want het is natuurlijk een bepaalde tijd dat geld beschikbaar is. In hoeverre is er ook aandacht voor de borging na dat moment? Ja, nou dat is, even een lastige. In die zin dat jouw vraag is eenvoudig, maar er zitten een aantal dingen achter. Kijk, de regio-deal zelf, het samenwerken. Daarvan hebben we gezegd, van de regio-deal is altijd een tijdelijke impuls voor een duurzaam effect. Maar in die impuls, in die samenwerking, ontwikkelt zich wel een partnerschap tussen Rijk en regio. En daarvan hebben we gezegd, van dat willen we wel een langjarig partnerschap laten zijn. Maar dat is wel dynamisch, denk ik. Dat moet zich altijd ontwikkelen. Ook omdat de middelen die we hebben ingezet en ook de nieuwe middelen altijd incidentele middelen zijn. Dus het was al zei over goed huwelijk, hè, daar moet je wel aan blijven werken. Dus zeg maar het duurzame effect, het borgen daarvan, als het gaat over het langjarig partnerschap, dat is wel iets waar je met elkaar, dan moet je elkaar op blijven aanspreken, wel Rijk en regio, dat is één. En twee is, als je kijkt naar het onderzoeksprogramma, dan is na het opbouwen van kennis, wordt kennisoverdracht heel erg belangrijk. Dus ik vind en zou dat ook, zeg maar, willen meegeven. En misschien dat Nathalie Burgers op het einde van de dag, als ze een blik zal geven naar de nieuwe ronde regio-deals, daar ook iets over zal zeggen. Dat zowel de nieuwe ronde regio-deals is bedoeld natuurlijk om het instrument te gebruiken om die partnerschappen meer en intensiever te laten zijn. En ook naar verwachting zal in de komende regeerperiode ook heel nadrukkelijk de aandacht zijn op kennisoverdracht. Dus als ik dat als laatste woorden mag zeggen, Nathan, dan draag ik ook heel graag het stokje over aan Nathalie en het team bij BZK. Vanuit LNV zullen natuurlijk ook, net als andere departementen, heel intensief betrokken zijn. Ook vanwege onze missie die we hebben voor de transities en de brede welvaart in het landelijk gebied. En ik hoop dus in een wat andere rol te zitten in de volgende keer op de schermpjes, namelijk als blije consument. En ik was nu heel blij dat ik deels blije producent mocht zijn. Dank Mark. Veel is voorbijgekomen. Producent, consument, huwelijk is ook voorbijgekomen. Nou, we zijn ook even nog naar het buitenland geweest en je hebt even aangegeven ook
hoe blij je bent met PBL als buren. Dank daarvoor. De sessie is dan officieel gestart nu en dan gaan we naar de lessen toe. In dat blok nodig ik Annette Wetering straks uit om per video een paar lessen te delen. En zij is projectleider van het onderzoeksprogramma naar brede welvaart in de regio en de regio-deals in het bijzonder. En Wim Derksen reageert er dan telkens op. En Wim Derksen is emeritus hoogleraar bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. En was in het verleden directeur van het ruimtelijk planbureau, een van de voorlopers van PBL. Dat is de volgorde, dus we krijgen eerst een kort filmpje van Annette Weterings. Dan reageert Wim daarop en dan is het ook aan u allen om daarop te reageren in de chat in eerste instantie en wellicht zelfs live. Ik wil aan Celia vragen om de video te starten en die bestaat uit verschillende delen. Dus we gaan naar het eerste deel en op het moment dat ik me meld, dan is dat eerste deel dan voorbij. Lukt dat, Celia? Jazeker, ik zal de video nu starten. Ik ben hem even aan het zoeken hoor, na van 1 seconde. Yes. Ja, dan licht ik nog even toe dat ik hem ook klaar heb staan hier. Alleen ik merk dat om de brede welvaart in mijn regio hier vorm te geven, is er een stucadoor boven aan het werk. Dus vandaar dat ik dacht dat het filmpje kan beter door Celia ingestart worden. Dan is het geluid de beste kwaliteit, denk ik. Kun je hem nu zien? Wat zei? Kun je hem nu zien, het filmpje? Nee, nog niet. Maar ik sta ook nog een spotlight, dus dan... Dat zou niet uit moeten maken. Oké. Nu wel? Ik zie hem nog niet en ik zie Annette ook nee schudden volgens mij. Ja, nu zie ik wel iets in beeld, ja. Alleen dit zijn de workshops, dus ik zoek het andere filmpje. En welk filmpje zoek je nou? Ik ga hem zelf even instarten en dan komt het wel goed. Oké, doen we straks die andere via jou die je nu hebt laten zien. En dan zal ik hem eventjes tonen. Dan gaan we naar het eerste deel kijken. Steeds meer partijen beschouwen brede welvaart als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland. Wil het echt richtinggevend zijn, dan is het wel belangrijk dat we concreet maken wat het betekent en hoe je ermee omgaat in beleid. De drie planbureaus beschouwen brede welvaart als alles wat mensen van waarde vinden. Vertalen we dat naar het regionaal beleid, dan betekent het hoe het gaat met de inwoners, niet alleen in economisch opzicht, maar ook in fysiek en sociaal opzicht. En ook inclusief zaken waar ze intrinsiek waarde aan hechten. Denk bijvoorbeeld aan natuur of cultureel erfgoed. Breed en brede welvaart verwijst dan ook naar breed kijken naar hoe het gaat met de mensen in de regio. Het is belangrijk om te voorkomen dat zaken die ook relevant zijn voor hun welzijn, naast hun inkomen, niet over het hoofd gezien worden. Het is echter wel belangrijk dat bij bevorderen van brede welvaart keuzes worden gemaakt. Dat is, net als in ander beleid, relevant om te zorgen dat de uitvoering behapbaar blijft. Maar keuzes zijn bij een brede welvaartsbeleid bovendien ook onvermijdelijk. Meer brede welvaart op één aspect kan namelijk leiden tot minder brede welvaart op andere aspecten. En denk bijvoorbeeld aan als we meer werkgelegenheid in de regio creëren door meer bedrijventerreinen aan te leggen, dat dit ten koste gaat van hoeveel groen er in de regio is. Dus in economisch opzicht gaat de brede welvaart van de inwoners er dan op vooruit, maar in ecologisch opzicht juist op achteruit. Dit is belangrijk dat er ook politieke keuzes gemaakt worden in welke aspecten van brede welvaart vooral van belang zijn voor het welzijn van de inwoners. Daarnaast is het bij bevorderen van brede welvaart ook belangrijk om na te denken in hoeverre meer brede welvaart voor de huidige inwoners van de regio ten koste mag gaan voor de brede welvaart van toekomstige generaties. Ook daar kan het zo zijn dat meer huidige brede welvaart leidt tot minder brede welvaart in de toekomst. Dat speelt bijvoorbeeld dat als bedrijven groeien en op die manier meer banen in de regio ontstaan voor de huidige inwoners, maar daarmee ook de uitstoot van broeikasgassen stijgt, wat op de lange termijn kan leiden tot minder brede welvaart voor toekomstige generaties. Bij regionaal brede welvaartsbeleid is het bovendien belangrijk om ook oog te hebben voor hoe het verbeteren van de situatie voor de inwoners in de eigen regio van invloed is op die van inwoners in de andere regio's. Zo kan bijvoorbeeld het aanpakken van criminele activiteiten in de ene regio ertoe leiden dat deze zich verplaatsen naar andere regio's. Ook kan bijvoorbeeld het bouwen van windmolens in landelijke gebieden ten behoeve van de energiebehoeften van mensen in de stad ertoe leiden dat de brede welvaart op de ene plek stijgt en op de andere plek juist daalt.
Brede welvaart bevorderen heeft dus een duidelijke meerwaarde in het regionaal beleid. Het zorgt voor een brede blik en het creëert bewustzijn voor het maken van integrale afweging tussen de verschillende aspecten van brede welvaart en tussen de brede welvaart hier en nu, het later en elders. Dat betekent wel dat het bevorderen van brede welvaart meer vraagt dan alleen maar het meten van brede welvaart. Het vraagt ook het maken van keuzes in wat vooral van belang is voor de inwoners van de regio en ten koste van wat dit mag gaan. Ja, dan stoppen wij hem even hier en dan gaan wij nu in gesprek met Wim Derksen. Wim, mag ik je vragen om de microfoon ook aan te zetten, zodat we in gesprek kunnen gaan? Ja, dat heb ik gedaan als het goed is. Ja, waarvan akte. De keuzes die moeten worden gemaakt, die worden ook gemaakt voor toekomstige generaties. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt als bestuurskundige. En hoe je dat als beleidsmaker dan in de praktijk kan brengen. Hoe je die toekomstige generaties, waarvan je niet weet hoe ze naar brede welvaart kijken, hoe je die toch er kan bij betrekken. Laat ik het algemeen zeggen dat ik het... Laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik het een heel goed initiatief vind dat het planbureau met het departement op deze manier en met de regio's zo nauw samenwerkt. Dat is heel prachtig. Ten tweede, dat brede welvaart, dat is een heel mooi woord. Daar zijn we allemaal erg voor. Het is ook wel eens, zou je kunnen zeggen, een soort zondagswoord. En het zondagswoord zijn van die woorden waarvan iedereen blij wordt. En ik vind dat ook heel terecht bij brede welvaart. Maar waarbij ook het gevaar bestaat dat je dus niet precies weet wat je eigenlijk bedoelt. En daarom vond ik het filmpje van Annette heel mooi. Omdat ze gewoon aangeeft, ja sorry, brede welvaart betekent eigenlijk een keuze om niet alleen maar te sturen op het BBP of op het regionaal economisch product. Maar dat het om meer dingen gaat. Maar ja, je kan ook zeggen, eigenlijk gaf ze gewoon een perfecte definitie van politiek. In de politiek moet je gewoon afwegingen maken tussen verschillende belangen, tussen verschillende mensen, tussen de verschillende regio's, tussen verschillende generaties. Maar het gaat natuurlijk om de vraag, waar kies je dan voor? En ik vind het fantastisch als we praten over brede welvaart in de zin dat je zegt, laten we nou eens breder kijken dan alleen naar dat BBP. Fantastisch, ben ik erg voor. Maar ik zou het jammer vinden als het blijft bij een vage keuze voor brede welvaart. Want ik wil graag weten, gaan wij de stikstof terugdringen? Of gaan wij de fossiele energie terugdringen? Of gaan wij de biologische landbouw stimuleren? Of gaan wij, et cetera, et cetera. Het gaat om politiek, het gaat om keuzes maken. En als we brede welvaart ertoe leidt dat we geen keuzes maken, en elkaar heel vriendelijk aankijken van, nou, dat hebben we toch mooi gedaan, we spreken allemaal over brede welvaart, dan kom je niet zoveel verder, vrees ik. Oké. Dat is mijn eerste reactie. Ja, dat is ook voldoende om de discussie af te trappen, denk ik, Wim. Ik zie ook dat er in de chat al een vraag wordt gesteld, dus ik zou ook Annette willen vragen om hier live de microfoon aan te zetten en daar even op te reageren. Theo vraagt bijvoorbeeld, waar is de relatie tussen publieke gezondheid en brede welvaart? Denk aan de invloed van COVID op brede welvaart bijvoorbeeld. Annette, zou je dat kort kunnen toelichten? Ja, dat wil ik. Waar ik het over had in het filmpje, is het eigenlijk, ja, we noemen dat wel eens verschillende levensuitkomsten. Dus de aspecten van brede welvaart is echt hoe het gaat met mensen in brede zin. En waar je intrinsiek waarde aan hecht. Dus waar je eigenlijk naartoe werkte. Dus een bepaald gezondheidsniveau, een bepaalde kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En het klopt dat COVID een hele grote invloed had op wat de brede welvaart is. Maar dat is een factor die van invloed is op de brede welvaart. En het is natuurlijk best wel ingewikkeld hoe dat dan precies zit, want COVID betekent ook dat het gezondheidsniveau daalt. Maar het is wel belangrijk om een onderscheid te maken tussen wat is van invloed op de brede welvaart en wat is en wat zijn de levensuitkomsten die eigenlijk centraal staan bij brede welvaart. Dus er is geen keuze tussen, zoals eigenlijk aansluit bij wat Wim zei, je hoeft geen keuze te maken tussen COVID en andere brede welvaartsuitkomsten, maar wel, de COVID-crisis dwong ons om een keuze te maken tussen vinden we gezondheid belangrijk of vooral economie. Dus het is wel een mooi voorbeeld, hè, de situatie die we toen hadden, waar heel duidelijk keuzes nodig waren. Annette, kan dat dan per regio hele verschillende uitkomsten hebben wat jou betreft? Ja, in principe ook dat is een keuze. Dus vinden we dat er op bepaalde vlakken kan het zo zijn dat er een bepaald
brede welvaartsniveau of keuzes, hè, dat die nationaal worden gemaakt. Maar je kan wel degelijk brede welvaart ook regionaal verschillend invullen. En dat is eigenlijk aan het Rijk, hè, van vinden we het aanvaardbaar dat verschilt per regio. Dus dat in de ene regio ene aspect meer nadruk krijgt dan in een andere regio. Of stellen we dat er eigenlijk nationaal gezien een bepaalde brede welvaart nagestreefd wordt. En dat heeft er vervolgens weer gevolgen voor hoe je je beleid kan inrichten. Oké, deze vraag ook nog even aan Wim voorleggen. Wim, zou je hier ook nog op willen reageren? Ik begreep hem niet zo goed, moet ik zeggen. Kijk, gezondheid is dus een van de belangen die er ook zijn. Heeft COVID ons zeer, en dat zei Annette ook terecht, zeer nadrukkelijk op gewezen nog eens een keer. Maar gezondheid kan je afwegen tegen welvaart. In de smalle zin, in de BBP-zin, de economische zin. Maar je kan ook zeggen, nee, BBP is te weinig. Het gaat ook om gezondheid, het gaat ook om biodiversiteit, het gaat om de natuur, noem maar op. Het is altijd weer een kwestie van, er is geen vaststaand iets van, dit is brede welvaart. Brede welvaart duidt erop dat je breder wil kijken in de politiek, breder wil sturen dan alleen maar op de cijfers van het CPB, om het zo simpel maar te zeggen. Ja, Wijnand die reageert daar ook op. Misschien goed om die opmerking ook even aan jou voor te leggen, Wim. Brede welvaart is vooral een breder begrip van welvaart, zegt hij. Het zegt niks over politieke afwegingen, toch? Dat is even de check. En je kunt de keuze voor een nieuwe kolencentrale ook beargumenteren in het kader dus van de brede welvaart. Klopt dat volgens jou? Nee, kijk, een kolencentrale, daar kan je voor of tegen zijn op grond van allerlei belangen en overwegingen. En als brede welvaart iets doet voor mij, betekent het dat ik de kolencentrale niet alleen afmeet aan of het goedkoper dan wel duurder is. Maar dat we ook nog kijken naar de consequenties van de uitstoot van een kolencentrale. Dat is voor mij het begrip brede welvaart. Maar op zichzelf zegt brede welvaart niet of ik wel of geen kolen moet stoken. Helder. Annette, eens? Ja. Ja? Eens. Ja. Okay. Nou, dan kunnen we door even naar een vraag van Peter de Punder. Die zegt, wat definieer je als regio en zijn de huidige indelingen van belang? Nou, Peter, als je wil mag je even unmuten en uitleggen wat je met huidige indelingen precies bedoelt. Zodat we het antwoord goed kunnen laten aansluiten. Ja, dat is heel fijn. Ja, als ik kijk naar de regio-indelingen, de provinciale indelingen of de stedelijke indelingen, dan regelingen waarvoor gekozen is. Ik zal mijn camera even aanzetten. Zijn de regelingen waarvoor gekozen is, maar je praat natuurlijk ook over relatieve welvaart. Hè. De ene regio is veel dichter bevolkt dan de andere regio. Hoe maak je die cijfers vloeibaar? Zeg maar? Hoe maak je die regio's, sluit je meer om, zeg maar, om de belangen die je hebt? Hè? Dus hoe gaat eigenlijk die prioritering van hoog naar laag? En welke grenzen vind je daarbij van belang? Oké, eerst even aan Annette en dan aan Wim deze vraag. Ja, ik weet niet of ik hem helemaal direct beantwoord zou. Maar zoals ik hem interpreteer, zou ik zeggen dat je hebt inderdaad de bestuurlijke grenzen, regionale grenzen, dus de gemeenten, de provincies. Ook de nationale grenzen natuurlijk. Maar het leven van mensen stopt natuurlijk niet bij de grens van die regio's. Hè. Dus voor veel mensen een deel van hoe het met je gaat. Hè. Eigenlijk is dat onze simpele vertaling van brede welvaart. Dat gaat uiteindelijk over hoe het met mensen gaat, hun welzijn. In brede zin. Hangt voor een deel af natuurlijk van wat er lokaal is, eigenlijk wat er binnen de gemeente is. Maar ook voor wat er buiten de gemeente is. Dus het is belangrijk om op het moment als je als gemeente gaat kijken naar hoe gaat het met onze inwoners, met hun brede welvaart, dat je dan een brede blik hebt, ook in ruimtelijk opzicht. Dus dat je ook over je eigen grenzen heen kijkt. En dus denk bijvoorbeeld aan heel veel mensen zoeken werk niet per se in hun eigen gemeente, maar ook in aangrenzende gemeenten. Dus je moet ook meewegen hoeveel banen zijn er dan in omliggende gemeenten bij het inschatten van wat de kansen op werk zijn. Ja, oké. Okay. Want als je inderdaad de tabelletjes optelt, hè, in jullie onderzoeken, hè, dan zie je dat elke regio toch wat andere belangen hecht aan verschillende eigenschappen binnen die zaak. Maar kun je dan ook over een landelijke bredere welvaart spreken, zeg maar? Dat je zegt, ja, en hoe ga je dat dan prioriteren? Maar ik heb niets meer duidelijk. Ja. Dat is inderdaad ook wat ik aangaf net eerder in een ander antwoord, hè, maar dat een keuze is. Dus dat kan. Hè. Het kan nationaal vastgelegd worden.
Dan nog heb je te maken wel met regionale verschillen in de zin van dat landelijk, dan is het eigenlijk de gewenste brede welvaart, dus waar we eigenlijk naartoe willen werken, ligt dan landelijk vast. Maar de omstandigheden verschillen per regio, dus wat je eraan moet doen om dat te realiseren, verschilt dan per regio. Maar een andere optie is, en dat is inderdaad onder andere in het onderzoek wat Mark laat zien, dat je juist uitgaat van verschillen in behoeften die mensen hebben. Dus wat mensen waarderen hoeft niet in elke regio hetzelfde te zijn. De ene regio kunnen bepaalde aspecten, zoals natuur, belangrijker zijn voor inwoners dan de andere aspecten. En omgekeerd in steden bijvoorbeeld, wat meer de cafés en de restaurants. Dus je kan daarin kiezen eigenlijk. Dat zijn twee opties eigenlijk mogelijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat er best wel wat regionale verschillen kunnen zijn in wat inwoners van regio's waarderen. En dat je daar dus in varieert. Oké, Wim, nog een aanvulling op dit? Ja, een aanvulling omdat ik het geheel met Annette eens ben. Maar ik dacht even aan de brede welvaartsmonitor, zoals met name de RABO, onder leiding van de algenoemde Otto Raspe, die heeft ontwikkeld. Kijk, CBS heeft een groot aantal indicatoren voor brede welvaart. En je kan dan zeggen, nou, ik hecht meer aan deze indicator of ik hecht meer aan die indicator. De Rabobank heeft gezegd, laten we nou gewoon eens proberen één cijfer te geven voor de brede welvaart op basis van een aantal indicatoren. En de keuze van die indicatoren wordt bepaald door de burgers zelf. Dus we hebben onderzoek gedaan van wat vinden burgers belangrijk. En op basis daarvan komen ze tot één indicator. Dan zien ze dus verschillen tussen regio's. Maar nogmaals, ten eerste is de vraag, is dat onderzoek nou wel heel erg consistent en betrouwbaar? Onder die burgers vinden burgers de volgende dag weer niet iets anders. Als we weer een kleine COVID-golfje hebben gehad of weer een kleine Oekraïne-ellende hebben gehad, veranderen mening van burgers van mening. Maar ten tweede, het is natuurlijk ook de vraag wat de politiek zelf aan voorkeuren heeft. Ik ben van een politieke opvatting dat we een representatieve democratie leveren en dat er mensen dus namens ons burgers, ons vertegenwoordigen en via politieke programma's. En op basis daarvan dus ook keuzes maken in wat zij belangrijk vinden aan indicatoren. De een hecht veel meer waarde in de politiek aan het terugdringen van de stikstof dan de ander. Laten we daar duidelijk over zijn. En het woord stikstof valt ergens in die brede welvaartsdefinitie. Maar dat zijn politieke keuzes die je maakt. Dus ook al zou Otto Raspe met zijn hele mooie onderzoek bepalen dat in mijn regio de brede welvaart heel hoog is, dan kan ik misschien nog wel zelf zeggen van, nou, ik vind dat niet. Ik maak een politieke andere afweging. Brede welvaart is een ander woord voor politiek, heb ik al gezegd. Ja, we gaan ook even kijken hoe dat in de zaal, terwijl de discussie in de chat al goed op gang komt en mensen ook op elkaar reageren, wil ik nog een algemene vraag stellen aan iedereen voordat we doorgaan naar het volgende filmpje. En die vraag luidt, wat staat eigenlijk centraal bij het beleid waar u aan werkt? En ja, daar mag u heel specifiek in zijn en hoe verhoudt zich dat tot de andere aspecten. Maar is er één centraal principe waarvan je zegt, dat is voor ons beleid het allerbelangrijkste. En dat kan dus bijvoorbeeld gezondheid zijn of natuur of iets anders. En ben ik benieuwd wat er dan in de chat naar voren komt. Gaan we na het tweede filmpje daar verder op in en ook op andere vragen die in de chat dan gaan we eerst naar het tweede deel van het filmpje van Annette. En dan zal ik die even zelf weer instarten. Daar komt ie. Niet in elke regio in Nederland zijn er dezelfde omstandigheden. Sommige plekken zijn er meer banen en ook het type banen verschilt tussen de regio's. En hetzelfde geldt voor natuurgebieden of bijvoorbeeld ook voor winkels. Bovendien kunnen de behoeften van inwoners ook regionaal verschillen. Dat betekent dat in welk opzicht de brede welvaart achterblijft, ook tussen regio's kan verschillen. En het daarom verstandig kan zijn om regio-specifiek beleid te voeren. Niet elk aspect van brede welvaart speelt ook op hetzelfde ruimtelijk schaalniveau. Zo zijn mensen bijvoorbeeld bereid om langer te reizen voor werk of een incidenteel bezoek aan een pretpark of een museum, dan dat ze dat zijn om hun dagelijks boodschappen te halen. Dat betekent dat sommige opgaven lokaal kunnen worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het verduurzamen van woningen, of bijvoorbeeld het verbeteren van groen in de woonomgeving. Voor andere opgaven kan het wel verstandig zijn om over de gemeentegrenzen heen te kijken. Dit kan het beleid efficiënter maken. En denk bijvoorbeeld aan twee gemeenten die allebei te maken hebben met bevolkingskrimp en gezamenlijk een bibliotheekbus aanschaffen. Ook voor gemeenten met heel verschillende kenmerken kan het efficiënt zijn om samen te werken.
Zo kan een betere verbinding tussen een grote stad en een landelijk gebied er bijvoorbeeld voor zorgen dat de mensen uit de grote stad ook gebruik kunnen maken van de natuurgebieden in het landelijk gebied. En omgekeerd de inwoners van de landelijke gebieden de voorzieningen in de stad kunnen benutten. Denk bijvoorbeeld aan bezoeken van een museum, café of restaurant. In bestuurlijk opzicht kan het aantrekkelijk zijn om daarbij voor te bouwen op reeds bestaande soepel lopende samenwerkingsverbanden. Toch zitten daar risico's aan. Het kan namelijk de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid verminderen. Bijvoorbeeld omdat er partijen betrokken zijn die eigenlijk geen rol spelen bij de aanpak van de opgave, maar waarmee wel moet worden afgestemd. Of dat juist de partijen van wie inzet nodig is, niet betrokken zijn. Het is daarom belangrijk bij keuzes over samenwerking en ook met welke partijen samen te werken, altijd de opgave voor ogen te houden. En na te denken over van wie er echt inzet nodig is om die aanpak te realiseren. Dat geldt voor samenwerking op regionaal niveau tussen decentrale overheden, maar ook voor samenwerking op andere vlakken met andere type partijen, inclusief partijen buiten de overheid. Ja, dan gaan wij door met het vervolg van de discussie. En dan zal ik mijn camera weer even aanzetten, terwijl in de chat al veel dingen terugkomen. En iets wat Theo noemt is ook omgevingswet, als het gaat om samenwerken. Maar eerst voordat we daar naartoe gaan, even op het thema samenwerken. Wim, een eerste reactie alsjeblieft van jou. Twee reacties op het filmpje van Annette. Nou, niet van haar, maar wel haar tekst. We zagen haar in beeld. De vraag of iets regio-specifiek moet of niet regio-specifiek moet, is ook een politieke vraag. Als wij landelijk vinden, als we stel dat we een daadkrachtig kabinet zouden hebben, stel dat, even voor als hypothese, die de stikstofproblematiek daadkrachtig zou willen aanpakken, dan zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat er op nationaal niveau een aantal duidelijke regels worden gesteld over wat er met stikstofproblematiek moet gebeuren. Ik praat wel erg veel over stikstof vanochtend, maar goed, toevallig komt dat even. En dan moet je dus, dan zegt het, in onze bestuurlijke bestel kan het Rijk dan zeggen, nee, in alle regio's gaan we dat zelf niet aanpakken. Dus ook een politieke keuze. De tweede punt ging over de samenwerking tussen gemeenten, met name in regio's. En een hele wijze opmerking werd gemaakt van, denk aan de opgave. Ga niet met iedereen per se samenwerken. Er is een zekere behoefte bij gemeentebestuurders, merk ik al heel lang, om de regio als een iets gezamenlijks te zien. Dan moeten we samen, we moeten daar ook regionaal denken, hoor je vaak. Terwijl ik zou zeggen, in zo'n regio werken gemeenten samen, en dat zijn dus bestuurders, die zijn dus door een bevolking gekozen voor een eigen gemeente. En die moeten proberen de belangen van die gemeente in die regio te behartigen. En dat kan je dus zo af en toe doen door een deal te sluiten met een andere gemeente. En het kan ook gewoon heel goed zijn door je zo af en toe gewoon even afzijdig te houden. Dus die regionale samenwerking wordt volgens mij altijd iets te groot gemaakt door te veel te vergaderen met z'n allen bij elkaar. En te veel gedacht vanuit de regio. Terwijl voor mij regionale samenwerking zou moeten zijn dat gemeenten daar proberen hun eigen belangen zo goed mogelijk te behartigen. En dat betekent dat je dus soms inlevert op je eigen belangen. Als je daar andere dingen, en omdat je daar andere dingen voor terugkrijgt. Maar dat moet de essentie zijn van regionale samenwerking, lijkt mij. Oké, Wim en Annette, een vraag aan jullie misschien allebei. Ik zie dat Theo Alphen in de chat omgevingswet uitroepteken zegt. In hoeverre heeft de omgevingswet een impact op de manier waarop wordt samengewerkt? Annette, misschien eerst aan jou. Ja, ik moet bekennen dat ik daar te weinig weet van de omgevingswet om daar een antwoord op te geven. Dus ik weet niet of Wim dat... Nee, ik heb altijd een beetje neiging om me pas te gaan verdiepen in die wet als die ook echt in de praktijk wordt gebracht. Dus ik ben altijd bang dat ik te vroeg ga studeren. Maar volgens mij heeft dit er niet zoveel mee te maken. Blijf natuurlijk toch gewoon de verhoudingen tussen Rijk, provincie, gemeenten in de omgevingswet overeind staan zoals ze zijn. Dan wil ik nog even aan Theo vragen om dat toe te lichten, waarom dat antwoord werd gegeven. Misschien dat we het dan wat beter kunnen begrijpen. Theo, zou je dat willen toelichten? Kunnen jullie me horen? Jazeker. In de omgevingswet staat bovenaan dat het streven is een veilig en gezonde leefomgeving. En dat beleid er ook op gericht moet zijn vanuit de visie tot aan de planvorming.
En mijn hele punt in de discussie is juist, als je het over welvaart hebt, dan is dat een kader, dat ben ik met Wim eens, waarbinnen je zeg maar de verschillende ambities en ideeën framet. Maar juist in de omgevingswet is de framing, begin met een veilige en gezonde leefomgeving en kijk van daaruit hoe je in je planvorming die veilige en gezonde leefomgeving kan bevorderen. Dus het verschil is, je kunt aan de ene kant zeggen, je framing dat is politiek of een keuze, maar in die zin is in mijn ogen de omgevingswet wel voorschrijvend in dat het kader een veilige en gezonde leefomgeving moet zijn. Dank voor de toelichting. Dan nog één keer Wim, misschien nu met een korte reactie erop. En dan gaan we door naar de volgende opmerkingen. Ja, het is niet zo erg handig dat dat in de omgevingswet staat, dat weet ik. Want de omgevingswet is vooral een ordenende wet. Die dus aangeeft hoe we moeten komen tot plannen voor de omgeving en voor de leefomgeving. En wie erbij betrokken moet zijn en welke rollen er allemaal in zijn. Dat is eigenlijk de kern van de omgevingswet. En er is natuurlijk, maar er is natuurlijk wel een hoop bij elkaar geplakt. En dan zegt iemand, nou, het gaat om gezond en veilig. Maar oké, daar kunnen we ook heel lang over discussiëren wat gezond en veilig is. Omgevingswet is toch met name een wet die ordent hoe wij komen tot vergunningsverlening. Oké, ik ga even door naar een hele interessante vraag van Jooske in de chat. Die vraag is aan jullie allebei. Weten jullie voorbeelden van gemeentes / regio's die de term brede welvaart niet als paraplu gebruiken? En bewuste keuzes maken en prioriteren op schaalniveau, thema of op termijn. En dan zou ik dus benieuwd zijn of er bijvoorbeeld, misschien gemeente Helmond of een regio zegt van wij gaan juist voor smalle welvaart, want we geloven dat dat veel beter werkt. Annette, heb je dat in je onderzoek, ben je dat tegengekomen? Deels. Ik denk dat onbewust best wel veel gemeenten die keuzes maken, dat dat meer het punt is. Dus dat het vaak die keuzes impliciet zijn. Dus je ziet aan de ene kant voorbeelden waarbij de verschillende afdelingen van gemeentes, eigenlijk de verschillende beleidssectoren, wat langs elkaar heen dreigt te werken. Dus aan de ene kant vanuit een economisch kant gezegd wordt meer bedrijventerreinen aanleggen, maar tegelijkertijd aan de andere kant vanuit de natuurbevorderingskant gezegd wordt, ja, maar we hebben ook meer groen in de omgeving nodig en dat staat met elkaar op gespannen voet. Dus voor een deel zit het hem daarin dat er eigenlijk meer afstemming moet zijn onderling, dus integraal echt over die sectoren heen. En je ziet denk ik ook soms wel gemeenten die heel expliciet wel bepaalde keuzes maken. Of expliciet, die wel bijvoorbeeld volledig heel sterk inzetten op economische ontwikkeling. Maar niet zo duidelijk de keuze dan maken met ten koste van wat mag dat dan allemaal gaan. Vinden we het dan oké dat dat echt volledig ten koste van de natuur in onze gemeente gaat. Dus het is denk ik meer dat de keuzes wel gemaakt worden, maar niet expliciet gemaakt worden. Wat problemen oplevert. Hè? Wat kan betekenen dus dat verschillende afdelingen elkaar eigenlijk acties in gang zetten die elkaar zelfs mogelijk tegen kunnen werken of dwars zitten. Ja, als leek zou ik dan denken aan de regio's rondom Schiphol en Tata Steel bijvoorbeeld. Zijn er regio's, want ze vroegen een concrete voorbeeld. Is er één regio waarvan je zegt die laat bijvoorbeeld de economie prevaleren of een heel aspect waardoor het eigenlijk smaller wordt? Nee, ik durf niet echt te zeggen dat er een gemeente is waar dat zo sterk bij is. Je zou inderdaad, maar ook dat is denk ik toch, als je de gemeente Velsen hebt waar Tata Steel ligt, het is heel duidelijk dat daar een afweging nodig is. Ik denk, ander voorbeeld wat ik wel vaker noem, is ook de keuze van Zeewolde om bijvoorbeeld een datacentrum wel toe te staan in hun gemeente. Dan lijkt dan economie dominant te zijn in hun keuze, dat eigenlijk in de afweging naar voren gekomen is als focus. Maar of dat echt zo is en hoe bewust dat is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Oké. Wim, heb jij nog concrete voorbeelden? Ik heb geen voorbeeld. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden. De datastielen en Schiphol, noem maar op, maar überhaupt heel veel agrarische gemeenten waar dus toch uiteindelijk de voorkeur wordt gegeven aan het doorlaten gaan van de industriële agrarische productie. Dat zijn gewoon keuzes. Maar dat betekent niet dat men niet met brede welvaart bezig zou zijn. Men maakt alleen binnen dat heel brede palet van opties, maakt men een andere keuze. Dus ik, ook als deze mensen zeggen, of deze gemeente zeggen, of deze samenwerking zegt, van wij zijn met brede welvaart bezig, dan hebben ze denk ik een punt. Alleen ze maken een andere keuze binnen dat palet. Ja. Dan misschien anderen zouden willen doen. Helder.
Dank daarvoor, voor die toelichting. We gaan straks verder met de vraag van Joost, maar eerst nog naar het laatste onderdeel van het filmpje van Annette. We gaan die nu instarten. Daar komt hij weer. Hoe het gaat met de inwoners van de regio hangt van heel veel zaken af. Het is al zo als we kijken naar één aspect van brede welvaart, zoals bijvoorbeeld hoe het komt dat mensen moeite hebben om werk te behouden. Het is dan ook vaak moeilijk om bij aanvang van beleid te overzien wat er allemaal nodig is om de brede welvaart in de regio te bevorderen. Bovendien duurt het vaak lang om echt een verandering in de brede welvaart in de regio teweeg te brengen. En dat betekent dat het vaak ook nodig is om in te spelen op veranderende omstandigheden. Dat dit belangrijk is, bleek recent weer met de uitbraak van de coronapandemie. Brede welvaart bevorderen is dan ook gebaat bij een lerend en adaptief beleidsproces. Beleid wordt dan gaandeweg verbeterd door systematisch kennis op te bouwen van wat er nodig is om de brede welvaart in de regio te bevorderen. Om dat te kunnen realiseren is het belangrijk om het beleidsproces adaptief in te richten. Er moet dan tussentijds ruimte zijn om zowel de aanpak en mogelijk zelfs de doelen te heroverwegen en indien nodig ook bij te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door beleid gefaseerd vorm te geven en uit te voeren. Tussen elk van die fases kan er worden stilgestaan bij hoe het in de afgelopen periode is gegaan. En op basis daarvan keuzes te maken over hoe het in de volgende periode verder te gaan. Om het beleid in die volgende fase te kunnen verbeteren is het belangrijk de vinger aan de pols te houden over of de in gang gezette beleidsacties ook werken zoals verwacht. Als dat niet zo is, dan betekent het niet dat die acties zinloos waren of dat het beleid is mislukt. In een adaptief en lerend beleidsproces zijn juist inzichten in waarom iets anders is uitgepakt dan gedacht heel erg belangrijk, omdat dit helpt in keuzes maken voor de volgende beleidsfase. Zijn er bijvoorbeeld aanvullingen nodig in die volgende fase? Of is het eigenlijk zelfs noodzakelijk om de opgave bij te stellen en te kiezen voor een heel andere aanpak, omdat uiteindelijk het probleem toch anders in elkaar blijkt te steken dan gedacht? Lerend en adaptief beleid is niet vrijblijvend iets proberen. En ook niet alleen maar aanpassingen maken in reactie op onvoorziene omstandigheden. Het vraagt echt om een systematische zoektocht naar wat het probleem precies is en daarmee wat de aanpak daarvan vraagt. Dat betekent dat het belangrijk is om die zoektocht en ook de opgedane inzichten systematisch in te bedden in het beleidsproces, om zo de effectiviteit van het beleid gaandeweg te vergroten. Ja, het is duidelijk wat er gezegd wordt. Lerend beleid, het is niet vrijblijvend. En we gaan kijken of Wim het daarmee eens is. Ik ben erg benieuwd, Wim, of je dat ook een zondagswoord vindt, lerend beleid. Ik ben niet tegen de zondag hoor, Nathan. Ik vind het een heel mooi woord. En ik vind het ook heel belangrijk wat Annette zegt. Maar er zit een zekere spanning in een verhaal. Kijk, er zijn altijd twee manieren, zeggen wij in de bestuurskunde, om naar beleidsvorming te kijken. Aan de ene kant het wat meer heel rationele, fases onderscheiden, systematisch werken. Aan de andere kant veel meer kijken wat te doen staat en omstandigheden benutten, zeg maar adaptief zijn. Dus wat gebeurt er en dan zijn we adaptief. Dus ik ben erg voor lerend beleid, dat je gewoon echt heel goed oplet wat er gebeurt en ook het beleid steeds bijstellen. Als je maar heldere doellijnen hebt waar je naartoe wil. Maar dat hoeft dus allemaal niet zo systematisch. Dus ik vond het wel grappig dat, maar dat is meer een grapje voor mij vanuit de bestuurskunde, dat twee benaderingen van beleid hier eigenlijk, de ene wordt beleden, namelijk het moest adaptief en we moeten gewoon leren. En maar het was verpakt in heel veel rationele fasen. Het begon meteen zo'n plaatje met fasen. Dat is de andere manier en systematisch. Dus ik zou zeggen, doe het lekker lerend en adaptief. En vergeet die andere woorden een beetje nog. Oké. Okay. Okay. Annette, wil je daar kort op reageren of kunnen we naar de vraag van Joost uit de chat? Ik zal heel kort reageren. Ik snap wel wat Wim bedoelt en dat het misschien iets te veel het systematisch benadrukken. Het zit hem in het punt wat Wim ook zelf maakte. Wel helder hebben wat je doel is. Dus waar je naartoe werkt. Hè? En op welke momenten je dan precies meet of je beleid effect heeft of niet. Hè? Of dat helpt om die richting op te komen. Dat maakt misschien iets wel uit. Dat kan best een beetje door elkaar lopen in de tijd. Maar het is wel heel belangrijk dat je eigenlijk bewust acties in gang zet en vinger aan de pols houdt of die helpen om je einddoel te bereiken. En dit is dus niet vrijblijvend in de zin van ad hoc reageren als er ineens iets gebeurt of maar iets proberen zonder duidelijk doel waar je naartoe werkt.
Helder. Ja, over die doelen gesproken. De doelen der doelen zijn natuurlijk de Sustainable Development Goals. En Joost vraagt in hoeverre dat een rol speelt als richtinggevend. Dus hij zegt eigenlijk, wordt dat als richtinggevend beschouwd voor gemeenten en regio's. Annette, jouw reactie eerst en dan gaan we naar Wim. Ja, ik denk dat het goed is om te begrijpen dat het verschil is. Dus de brede welvaartmonitors zoals je in Nederland hebt, het CBS en ook die van de Rabobank en de Universiteit Utrecht, die meten hoe het nu is. Die meten de huidige situatie. Dus die meten over zo'n breed mogelijk palet allerlei indicatoren om al die aspecten van brede welvaart af te dekken. Maar daar zit geen gewenste situatie in. Daar zit niet in inderdaad wat het doel is van het beleid. En het verschil dus met de SDG's is dat die eigenlijk voorschrijven, net als in de omgevingswet, er gesproken wordt over die veilige en gezonde leefomgeving, daar zit dus een voorschrift in hoe het zou moeten zijn al. En die SDG's zijn dan wat concreter dan een veilige, gezonde leefomgeving. Die zeggen echt al van dit zijn de standaarden of de... Er zit eigenlijk dus al een meetlat in. Dus niet alleen meet je dan hoe het nu gaat in de regio, maar je meet ook nog eens hoe het zou moeten zijn, wordt daar als een soort pijler naast gezet om te zien of je je doel al bereikt hebt. Dat is overigens gewoon dus één van de mogelijke invullingen. Dus de SDG's zijn natuurlijk wel vastgesteld, maar je hoeft daar dus niet aan te conformeren per se, of dat is een keuze ook. Hè. Dat is daar, maar het zijn de politieke keuzes die in de SDG's gemaakt zijn. Oké. En Wim, ook voor jou dezelfde vraag of de SDG's richtinggevend kunnen of misschien wel moeten zijn? Nou, ik heb weinig toe te voegen op wat Annette zei. Het is een formulering van waar we heen zouden kunnen willen gaan. Maar het schrijft natuurlijk gemeenten niet voor van wat er moet gebeuren. Gemeenten hebben zich gehouden aan nationale wetten. En alle andere hoopvolle dingen. Die mag je dan hopen dat gemeenten dat zullen doen. Maar daartoe zijn ze niet wettelijk verplicht. Dus in die zin is er geen sprake van voorschrijven of dat men het zou moeten. Het woord moeten hoor ik even en dat is dus niet zo. Okay. Helaas misschien, maar het is wel zo. Oké, dank voor de toelichting. Ik ga even een klein experiment aan door iedereen te vragen. Stel dat je beleidsmaker bent of je bent betrokken bij beleid. Zou je dan eens een rapportcijfer willen geven in hoeverre dat lerend beleid is? Met 10 als ultiem lerend beleid, dat je continu heel adaptief bezig bent. En misschien een 1 of 2 als je zegt van nou, het is gewoon één keer iets maken en er nooit meer naar omkijken. Dus geef het beleid waar je bij betrokken bent een rapportcijfer in hoeverre dat lerend beleid is. En eventueel mag je daar een toelichting bij geven als je dat wil. En dan kijken we even, dan zien we bij Maarten een 2. En bij andere mensen zien we een 8. Bij Marieke Bos zien we bijvoorbeeld een 8. Dat is tot nu toe het hoogste cijfer, Marieke. Wat is jouw geheim? Ik werk bij het programma van de Regio Deals. Oké. Voilà. Ja. En wat maakt dan dat je zegt van nou, dat maakt die 8 dat je dat hebt gegeven? Nou, kijk, wij kijken gewoon goed in met de Regio Deals samen naar wat gebeurt hier. En aan de hand van de voortgang van Regio Deals bespreken we steeds van nou, hoe gaat het ermee en wat zijn dingen waar we verder mee gaan en waar gaan we op bijsturen. Dus een concreet voorbeeld was dat er in de regio Deal Zeeland een mooi plan was voor een bouwtitelbank. Waarin bouwkavels op het platteland omgeruild zouden kunnen worden voor kavels in de buurt van een kern in de provincie. Nou ja, dat wilden we gaan uitwerken, maar dat bleek juridisch toch wel heel erg complex. En ook bleken gemeentes daar toch minder in geïnteresseerd dan we eerst hadden gehoopt. Nou ja, dan bereik je niet met dat budget wat je wilde. En dan ga je bijsturen, ga je wat anders doen. En om toch de woonsituatie in de provincie goed te krijgen. Oké, dankjewel voor je toelichting. Ik wil ook even voor het contrast naar Maarten Riemersma, die heel eerlijk zegt 2. Dan ben ik heel benieuwd wat daar de oorzaak ook van is, Maarten, als je dat wilt toelichten. Ja, ik denk altijd dat er een beetje een discrepantie zit tussen de wens en de werkelijkheid. Kijk, ik wens ook dat we ons allemaal zeer lerend en zeer adaptief het beleid allemaal vormgeven. Maar wat ik wel merk is dat wij redelijk snel overstappen tot het implementeren van de oplossingen die we op onze ambtelijke burelen bedacht hebben.
En om een heel klein voorbeeld te geven, het opgavegericht werken is natuurlijk ook een modewoord of een zondagswoord om die er maar weer in te gooien. En dat hebben wij proberen handen en voeten te geven binnen onze organisatie. Ik werk voor Ede in de regio Food Valley, dus landelijk gebied. De agrarische gemeente waar Wim het over had, dat is bij ons ook aan de orde van de dag. En wat wij op een gegeven moment merkten, was wij wilden gewoon echt goed een opgavebeschrijving doen. Dat je dus echt de opgave, wat is de opgave, wat is het probleem? En we dachten, nou ja, er is al zoveel beleid op het gebied van landbouw en de toekomst van het landelijk gebied. Dat moet wel een goede probleemstelling uit te halen zijn. Maar wat bleek nou, uit al die beleidsdocumenten die we in de loop der jaren opgesteld hebben, heeft eigenlijk nergens dat we echt een goede probleemstelling hebben neergelegd. Nou, dat vind ik een van de dingen dat ik denk, ja, dat merk ik wel vaker. Dat we gewoon in onze doenerigheid, zeg maar, altijd snel oplossingen implementeren. En dat lerende beleid, ik vind echt, ik vermoed dat ik niet de enige ben, dat we daar als gemeente wel, misschien ook provincies, maar daar weet ik minder van, een hoop in te kunnen verbeteren. Oké, dankjewel voor jouw toelichting ook, Maarten, en voor jouw eerlijke cijfer wat dat betreft. Annette, een korte reactie op wat je nu hebt gehoord. En misschien ook nog kun je het koppelen aan een tip, want daar zijn mensen ook hiervoor. Ja, ik denk dat ik herken wat Maarten zegt. Dat de neiging wel is om snel aan de slag te winnen. Er zijn allerlei incentives natuurlijk die daarachter zitten. Wethouders die graag binnen hun periode nog willen laten zien dat er iets veranderd is. En de neiging is om dus heel snel om te denken, we weten eigenlijk wel hoe dit probleem in elkaar zit en we gaan aan de slag, we gaan het aanpassen. En soms, vaak is het misschien toch ingewikkelder dan het eigenlijk lijkt. En ik denk, daar gaf Marieke natuurlijk een mooi voorbeeld van. Je denkt eigenlijk een mooie oplossing te hebben, maar die blijkt toch eigenlijk niet helemaal aan te sluiten bij wat er nodig is of waar behoefte aan is. En dan is het belangrijker om ruimte te hebben om te kunnen bijsturen. Maar dat betekent ook dat je wel, dat is ook onze nadruk op dat systematisch zoeken, zicht moet hebben of op het werkt of niet. Dus het is wel belangrijk om dan te gaan meten, of op een bepaalde manier in ieder geval grip te hebben op wat we nu in gang hebben gezet. Helpt ons dat wel om die doelen te bereiken? En wat ook kan, ik denk wat Maarten aangeeft, gewoon iets meer tijd nemen in eerste instantie, bijvoorbeeld de voorstudium, om beter uit te zoeken hoe zit het probleem nou eigenlijk in elkaar. Maar dat is niet altijd eenvoudig. En soms is het slimmer om daar gewoon wel aan de gang te gaan. Maar dan wel bewust aan de gang te gaan met we denken dat het zo in elkaar zit. Maar we moeten wel onszelf de ruimte bieden om het eventueel bij te stellen op het moment dat het toch anders blijkt te zijn. Oké. Ook even naar Wim. Misschien kunnen we het koppelen ook aan een tip. Want we hebben een 8 en een 2 gezien. En misschien heel veel zessen ook in de... Men struikelt vooruit, wordt er gezegd in de chat. Hoe kunnen we ze wat meer een vliegende start geven, Wim, wat dat betreft? Nou, ik weet niet of die 2 nou wel een 2 was. Want misschien is Maarten wel iemand die heel goed en scherp ziet wat er om zich heen gebeurt. En dat hij heel goed lerend kan evolueren kan leren. Dus dat is het leuk van de opgave. En ik doe niks af van de 8 van Marieke, zeker niet. Maar ik vond het eigenlijk wel, misschien is het wel een pre. Doe je het wel heel goed als je ziet dat je het heel slecht doet. En zijn er veel mensen die dat niet eens zien. Dus wat betreft is Maarten ziet dat het niet goed gaat. Heel prachtig. Dus dat verdient minimaal een 6 wat mij betreft. Maar ja, dat is een mooie paradox. Dankjewel Wim en Annette. We gaan bijna richting de pauze. Misschien, we hebben het al gehad over samenwerken, over op zoek naar wat werkt. Dat was het laatste eigenlijk waar we het over hebben gehad. Misschien over dat laatste onderwerp nog. Is er genoeg ruimte om te experimenteren voor verschillende regio's en gemeenten? Annette, zie je dat regio's die ruimte benutten pakken als die er is? Ja, kijk, voor een deel zijn ze er zelf bij om die ruimte te creëren. Dus dat ligt natuurlijk aan waarmee je wil experimenteren. Dus soms zijn ze afhankelijk van het Rijk als het gaat over wetgeving. Maar in heel veel gevallen is het aan hoe je je eigen beleidsproces vormgeeft. Dat beïnvloedt hoeveel ruimte je daarvoor hebt. En ik denk dat die ruimte te creëren is, eigenlijk in bijna alle gevallen. Maar wel dat je dan ook heel duidelijk... We zien ook wel dat er heel veel geprobeerd wordt. En ook in de regio-deals. Daar is ook wel bewust gekeken van... zijn dingen uitgetest. Maar wat er dan soms mist, en dat zou mijn tip zijn... is zorg wel dat je vervolgens ook stilstaat bij wat je geleerd hebt.
En dat benut in die volgende fase of in een vervolgbeleid wat je gaat doen. Dus haal die lessen ook echt op en zorg dat je de opgedane inzichten gebruikt. Eigenlijk bij het nadenken over hoe je het vervolg vorm gaat geven. Ja, en Wim, je zei soms dat samenwerken voor de sake of samenwerken juist zorgt voor vertraging. Kun je ook tussen regio's juist wel van elkaar leren van die experimenten? En gebeurt dat al voldoende wat jou betreft? Kijk, dat is. Nou, je noemde dus net dat ik met een paradox eindigde. Er zit weer een paradox in. Het steeds naar elkaar kijken, ook op een dag als deze, heeft dus het voordeel dat je dus kan leren en zegt van, goh, ik ga er dit mee doen en dit niet. Maar het kan ook het nadeel hebben dat je allemaal een beetje hetzelfde gaat doen. En dat je dus die kansen op experimenteren ook gewoon laat schieten. Want iedereen kan nu, gemeentebesturen kunnen heel veel experimenteren, kunnen heel veel afwijken van wat anderen doen. Maar er is wel in die wereld een erge neiging om erg naar elkaar te kijken. En niet alleen om van elkaar te leren, maar ook om het veel hetzelfde te doen. We kennen allemaal de VNG, we kennen ook allemaal de departementen die dus braaf vanuit Den Haag komen melden wat er in het land moet gebeuren. Dus het vraagt ook een houding van, ik wil graag met mensen praten en met anderen praten, ik wil graag leren, ook op een dag als deze. Maar ook wel houding van, ik wil dan zelf eens hoe wij het hier gaan doen. In plaats van weer volgens voorschriften het ook te doen zoals anderen het ook doen. Ja, nou, ik ben blij dat we vandaag dan niet allemaal nu ineens offline gaan. Want er is dus zeker nog wat te leren van elkaar. Alleen daar komt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid bij. Dank Wim en Annette voor jullie toelichtingen, antwoorden. En misschien ook de vragen die jullie dan weer op hebben geroepen en paradoxen. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die in de chat ook beantwoorden. Of als er andere dingen zijn waar jullie aandacht op willen vestigen, dan kan dat. Ik ga heel even naar Jeroen nu om te kijken of jij al iets hebt wat je wilt delen. Ik ben erg benieuwd of je misschien een sneak preview kan delen, Jeroen. Jeroen, die staat nog op mute. Ja. Niet meer? Nee. Ja. Zeker kan ik wat delen wat ik al gemaakt heb. Ja. Ik heb al wat gedaan, namelijk. Even kijken. Wat ik jullie even laten zien. Ja. Wat ik heb. Ik kan van achter naar voor. Een van de dingen die langskwam, met het laatste gesprek, is hoe ver je vooruit moet kijken en waar je rekening mee moet houden. Dus ik heb deze tekening gemaakt. Moeten we in ons beleid niet meer rekening houden met klimaatverandering, willen we dat wel? Dus ja. Dat zijn eigenlijk, terwijl je al misschien al met je tot aan je knieën in het water staat. Even kijken, ik heb een andere die ik wel kan laten zien, is deze. Eentje, samenwerkingsverbanden. Wat fijn dat we door die betere verbinding buiten de stad kunnen wandelen. Waarbij er geen rekening is gehouden dat alle rook uit de stad bijvoorbeeld in dat gebied terechtkomt. Dus ja. Zo zie je eigenlijk van je kunt dan wel iets verzinnen, maar dat de werkelijkheid misschien toch net iets anders in elkaar zit. Mooi. Dankjewel voor nu, Jeroen. Er zijn nog meer dingen, zag ik, die jij hebt gemaakt. Mensen kunnen het op het plein bewonderen straks in de pauze als ze met een kopje koffie of thee met elkaar nog in gesprek gaan, dan kunnen ze op het plein ook jouw werk zien. Voordat we gaan pauzeren, laat ik even zien wat we na de pauze gaan doen, namelijk de workshops. En die stellen de workshopleiders kort aan jullie voor. En het goed om te weten is dat we alleen A, B en C na de pauze hebben, maar D, E en F zijn in de middag. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Ik ga even mijn scherm weer delen en dan krijgen we de aankondiging. In workshop A gaan we het hebben op de intergemeentelijke beleidsopgaven en samenwerken. Welke gemeenten zouden nu goed kunnen samenwerken op inhoudelijke gronden aan de beleidsopgaven? In workshop B gaan we het hebben over hoe je zicht kan krijgen op de effectiviteit van je brede welvaartsbeleid. Hoe krijg je snel zicht op wat werkt, zodat kostbare middelen niet worden verspild? In workshop C gaan we het hebben over interdepartementale samenwerking. Die samenwerking is niet altijd even gemakkelijk. Kom leren van een succesverhaal. In workshop D gaan we het hebben over het herkennen van keuzes bij het vaststellen van de beleidsopgave. Juist door te kiezen, zou beleid meer kunnen bereiken.
En workshop E gaan we het met elkaar hebben over leren en verantwoorden. Hoe kunnen die twee worden ingezet zodat ze elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken? In workshop F neem ik je mee door governance. Want je kunt nog zulke mooie projecten en programma's hebben bedacht, maar het gaat uiteindelijk om één vraag. Hoe zorg je dat die daadwerkelijk worden uitgevoerd? It's the governance, stupid. Ja, en jullie hebben als het goed is allemaal al een keuze gemaakt. En mijn verzoek zou ik zijn, ga vooral naar die keuze straks ook toe. Om 11:35 stipt beginnen die workshops. En dat zijn dus drie verschillende. En aansluitend is dan volgens mij direct een plenaire aankondiging van de lunchpauze. Waarbij we ook nog even terugblikken met de workshopleiders om, wat is het? Ik moet even goed kijken, om 12:00, rond de klok van 12:30. Ik denk 12:35. 12:35, dus na een uur wil ik iedereen hier plenair terug hebben, zodat we even terugblikken en je ook van de andere workshops kan horen wat er gebeurd is. Dus nu 12 minuutjes pauze. Straks kun je via de ruimtes je juiste workshop aanklikken om 11:35. En in de tussentijd zou ik zeggen, zet de camera even lekker uit en kom als je koffie of thee hebt gepakt even in een van de ruimtes netwerken en de tekeningen van Jeroen bekijken. Heel graag tot zometeen, 11:35 workshops en dan 12:35 weer hier terug voor een korte terugkoppeling. Tot zometeen.